We zijn ooit begonnen met YouTube. Ja. Ik weet nog dat Kenneth naar me toe kwam en die zei van Pat, we moeten iets met YouTube gaan doen. Wij doen vooral dingen met heel veel passie. Zeker als je kijkt naar onze strategie, denk ik dat YouTube sowieso de toekomst is. Ik vind het leuk om een merk te bouwen en ik denk dat Amazon ons daar gewoon bij geholpen heeft. We worden steeds meer een publisher. Ja, we zijn steeds meer ons merk aan het bouwen. Ja. Op Videoland. Ja, hoe weet je dat? Het is een van de populairste onderwerpen op YouTube. Dikke auto's. Mijn gast maakt die allerdikste auto's nog mooier en nog beter en nog sneller. Hij heeft een eigen serie op Amazon Prime, Dutch Wheels. En er komt nog veel meer aan. Daarover alles in deze video. Welkom bij CVD-TV. In de serie The Future of YouTube, die ik samen maak met Team 5PM, praat ik met ondernemers en marketeers over de inzet van online video. En in deze aflevering heb ik te gast Patrick Meijer. Hij is CEO van Absolute Motors. Hartelijk welkom. Ja, ik zeg CEO van Absolute Motors, maar we hadden net een voorbespreking. Maar wat doe jij allemaal? Ja, ik doe best veel, maar mooie intro, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Kan niet beter. Ja, achtergrond in de telco telco, wereld. Internet. Ja, met telco heb je, kan ik het heel plat zeggen, daar heb je heel veel geld verdiend. Ik heb daar wat zakgeld mee verdiend, ja. En vertel eens. Zo'n, denk ik, 1999, 1998 begonnen. Vrij vroeg. Ja. In de internetwereld. Rolde ik door in de telecomwereld. Toen nog vaste telefonie. Ja. Allerlei additionele netwerken gebouwd om goedkoper te kunnen bellen dan dat je vroeger kon bellen internationaal met KPN. Al heel snel in de mobiele wereld terechtgekomen. Allerlei concepten uitgerold rondom content distributie, maar ook allerlei alternatieve merken wereldwijd opgezet. Mm. En uiteindelijk technisch gefaciliteerd en dat systeem verder wereldwijd uitgerold. Eind 2018 verkocht. Toen kwam ik eigenlijk op zo'n soort gelijke bank te zitten. Wat dan? Ja, toen dit gaat hem niet worden voor mij. Nee. Dus na een halfjaartje mijn oude partner Louise opgetrommeld. Die was zijn huis aan het bouwen in Spanje. Ik zeg, jongen, dit gaat hem niet worden. Want ik ben al druk met één keer per dag naar de Albert Heijn gaan. Ik zeg, we moeten wel wat gaan doen. En ik was eigenlijk al wel een beetje begonnen. Hè. Ik was gestapt. Ik kwam toen best wel vaak in Rotterdam. Ik bivakkeer een beetje tussen België en Nederland. Hm. En als ik dan in Rotterdam was, dan ging ik een ijsje halen bij een ijswinkel. En zo ben ik in de ijs terechtgekomen. En eigenlijk altijd wel affiniteit gehad met auto's. En zo ben ik eigenlijk bij Kenneth Absolute Motors terechtgekomen. Ja. En zo raakten we met elkaar in gesprek. Eigenlijk, het bestond al. Ja, het bestond al. Ik ben ingestapt. Hij was daar al een paar jaar mee bezig. En wat ik zeg maar in die wereld zag, ik was altijd wel met auto's bezig, dus ik had een hele collectie. En als ik die dan ergens aan liet passen, dan kwam ik bij iemand in een loods terecht. Een vakman, helemaal gek en gepassioneerd van auto's, maar ja, geen business sense. Als er iets verkeerd ging, dan was er geen oplossing. Mm. En dan moest je het maar wegslikken. Mm. Dus eigenlijk een hele onprofessionele, onvolwassen markt. Mm. Waar ik wel heel veel potentie in zag, omdat ik gewoon zie dat autofabrikanten allerlei auto's maken, maar die niet meer echt passen bij het individu. Het personaliseren van je auto is heel normaal. En zo eigenlijk de kennis die ik opdeed in de mobiele wereld met een simpel.nl. Precies dezelfde back-office, precies hetzelfde netwerk. Alleen een andere naam, een andere tone of voice. Mm. Een iets andere service waarmee je eigenlijk een hele grote niche op een hele makkelijke manier kan bereiken. En waar staat Absolute Motors nu als bedrijf? We zijn wel hard gegroeid. Ik bedoel nu 3 jaar samen met Kenneth. Kenneth was al 2 jaar verder. Ik denk dat we nu zo'n 40 man in dienst hebben. We doen denk ik eind van dit jaar zo'n 15 miljoen euro omzet. Dat is denk ik voor deze niche. Wat is de gemiddelde ordergrootte dan? Want je ziet de rich and famous wel voorbij komen. Ja. Ik bedoel, alle bekende DJ's en de Joel Beukers. Ze hebben ons allemaal gevonden. Ja. En dat is mooi. He, want daar kunnen we hele mooie content mee maken. Het zijn ook superleuk gepassioneerde mensen. Ja. Wat je ook ziet is natuurlijk gewoon de jonge gast die een Golf koopt of een Volkswagen Polo en die er iets aan wil veranderen. Ja, die komen ook binnen. Iemand die bij een dealer een auto aangeboden krijgt, niet in de juiste kleur, maar wel met de juiste korting. Mm. He, dat is waar we heel erg nu mee bezig zijn, is die dealers helpen eigenlijk als de speakboot van hun mammoetanker, want die kunnen alleen maar rechtdoor. Die krijgen 100 witte auto's geleverd. Maar ja,
in Nederland raak je die witte auto's gewoon heel moeilijk kwijt. Dus waar kan je daarmee... Witte blijf je zitten. Nee, ja, snap je? Ja. Dus daarmee, ja, dat is eigenlijk zeg maar aan de ene kant zakelijk leveren wij de oplossing voor de dealers, zodat ze ook nog wat geld kunnen verdienen. En aan de andere kant, ja, de gepassioneerde autorijder, die kan beginnen met een Volkswagen Polo tot aan de meest gekke, exclusieve, exotische, dure monsters die hebben staan. Ja, ja, ja. Nou, voor de mensen die daar verder willen kijken, die met name die auto's willen zien, die moeten straks maar even op YouTube gaan zoeken. Is goed dat daarover is. Gesproken. Als we kijken naar jouw, zeg maar, mediastrategie. Ik zei al in de intro, eigen serie op Amazon Prime. Ja. Hoe loopt die? Ja, die loopt goed. Maar laten we teruggaan naar YouTube, want we zijn ooit begonnen met YouTube. Ja, bepaalde ik wel, hè, trouwens. Neem even even in de juiste volgorde, anders dan. Ja. We zijn ooit begonnen met YouTube. Ja. Ik weet nog dat Kenneth naar me toe kwam en die zei van Pat, we moeten iets met YouTube gaan doen. Ik zei, nou, dat is wel een goed idee. Hij kende dan iemand die was op wereldreis en toen klapte corona erin. Ongeveer zo'n 2,5 jaar geleden, hè, inmiddels. Ja. En Rico. En Rico was gestrand ergens in Puerto Rico, volgens mij. En die zei tegen Kenneth van ja, als ik terugkom, dan zoek ik een baan. En die hadden al samen een keertje wat gedaan met video. En Rico kwam terug en die hebben we aangenomen. En zo zijn we eigenlijk met YouTube begonnen. Op een hele natuurlijke, zonder enige strategie zijn we ingedoken. Leuke filmpjes. Ja. Van mooie auto's. Ja, precies. Laten we delen met dat wat we doen. Ja. We zijn heel gepassioneerd. We zijn heel trots dat we het mogen doen. Laten we dat dan delen met mensen die ook van auto's houden. En uiteindelijk sloeg dat wel heel erg aan. Zonder enig besef wat dat deed. Hè, want ja, de data die je daarachter creëert en genereert, daar deden we niks mee. Mm-hmm. En zo zijn we eigenlijk gaan professionaliseren. Zo zijn we ook bij 5PM terechtgekomen, omdat we echt willen weten, waar zit nu onze doelgroep? Ja. Hoe kijken die naar onze video's? Wanneer haakt iemand af? En wat kunnen we beter doen? Wanneer heb je die eerste, zeg maar, van... Dus je begint met, oké, we hebben iemand die een camera kan bedienen, bij wijze van spreken, die toffe filmpjes maakt. Wanneer was het moment dat je zegt van, nu gaan we echt dat kanaal, zeg maar, inrichten en er echt wat professioneler mee aan de slag? Ja, voor ons is dat, zeg maar, begin dit jaar gebeurd. Dus begin 2022, ja. Okay. En we zijn... En wat je op YouTube kan doen is natuurlijk door dat je mooie content maakt. En dat is natuurlijk rondom auto's heel erg makkelijk. Ja. En mensen die gepassioneerd zijn, komen heel snel bij ons terecht. Daardoor zijn we ook heel snel gegroeid. Hè. We zijn heel vaak in de top 10 lijstje van bekende YouTube kanalen. Elke maand, volgens mij elk kwartaal, maakt 5PM zo'n lijst. En daar komen we dan in voor. En dat triggerde ons eigenlijk. Ik ben een datagedreven iemand. Ja, zeker vanuit mijn verleden. Ja. Vond ik het heel erg belangrijk. Van, ja, waarom gaat de ene video nu wel lekker en de andere niet? Terwijl dat je het misschien zelf persoonlijk verwacht van een video dat die helemaal door de roof zou gaan en die viel dan tegen. Wat zijn je learnings tot nu toe? Nou ja, tot nu toe zijn de learnings wel dat eigenlijk onze doelgroep hadden we best wel goed op de korrel. Alleen het bereiken van zo'n doelgroep, dat zit gewoon heel anders in elkaar. En dan moet je ook gewoon een wat langere periode aan tijd voor uittrekken. Hoe schets je die doelgroep? Ja, die doelgroep zit... die begint bij autoliefhebbers. Hè, want uiteindelijk is dat ons publiek. En die doelgroep die gaat van iemand die een Volkswagen Polo koopt tot aan iemand die eigenlijk zich alles kan permitteren. Ja. Dus een hele brede doelgroep. En in natuurlijk die doelgroep heb je heel veel mogelijkheden om die mensen te bereiken. Alleen die doelgroep zit niet bij elkaar op één plek. Nee. Iemand die zakelijk heel druk is, die bereik je heel anders dan iemand die nog op school zit. Want ja, en je tone of voice is denk ik ook anders. Hè? Want wat je ook natuurlijk heel veel ziet, ik weet niet of dat voor jou een interessante doelgroep is. Je hebt natuurlijk nog de doelgroep daaronder, lees de jonkies. Ja. Die, zeg maar, met hun 12 jaar en een cameraatje in de PC Hoofdstraat de hele om toffe auto's te fotograferen. Ja, de carspotters van deze tijd. En die werden vroeger bij ons weggestuurd. En toen ik kwam, zei ik van, hey man, dat is gewoon gratis reclame. Ja. En dus we hebben nu een carspotten hoekje gemaakt voor de deur. Met een tafeltje en die mensen, die jongens, die zitten daar. Dat zijn onze supporters. Ja, ja. En die delen eigenlijk alles. Die zijn daar soms dag en nacht. Hè, als er iets heel speciaals binnen staat, dan beginnen ze ook te DM'en. En hoe lang staat hij er? En die foto moet ik hebben. Daar begint het eigenlijk. Tot aan mensen die wat ouder zijn, al een hele carrière achter de rug hebben. Ja. Als ondernemer of ergens als werknemer succesvol zijn. En uiteindelijk hun... hobby kunnen gaan uitvoeren. Want vaak is het wel een verlengde van een hobby. Ja, precies. Waar staat een goed video? Waar staat op dit moment voor jou een goede YouTube-video voor? Wat voor elementen moeten er dan in zitten bij jullie? Wij doen vooral dingen met heel veel passie. Dus de dingen die wij doen binnen het bedrijf Absolute Motors,
die vinden we ook heel erg gaaf om te doen. Hm. Ik denk dat daar zeg maar het voor zeg maar, de kijker van onze video, de doelgroep, het al begint. En we zijn niet met onze neus omhoog, kijk ons nou eens. We zijn gewoon echt met ons werk bezig, echt op een hele gepassioneerde manier. Eigenlijk iedereen die bij ons werkt, die heeft gewoon, ja, weet je, daar stroomt gewoon benzine in het bloed. Want die zijn gewoon helemaal automotive gek. Wel allemaal benzine, hè? Ja, nog steeds benzine. Ja, nog steeds benzine. Ja. Maar daar, weet je, daar begint het, denk ik. Ja. De mensen die absoluut zijn, dat zijn onze mensen. Ja. Zonder die mensen zijn we eigenlijk niets. Mm. En daar selecteren we ook gewoon ja, best wel... dat is gewoon een hele belangrijke instap. Mm. Heb je iets met auto's of niks? Ja, als je er niks mee hebt, dan kan je ook niet bij ons komen werken. Hoe goed je ook bent. Nee. En ik denk dat je dat ook terugziet in onze video's. En dat is denk ik een van de successtories. Passies die er zijn. Daardoor wordt het heel authentiek of zo. Ja, als een jeuk dat denk ik. Ik denk dat het op een hele leuke manier verteld wordt. Laten we ook dingen zien. We laten ook dingen zien die fout gaan. Want ja, weet je, we zijn allemaal menselijk. Ja. We werken nog steeds voor onze beide handen. Wat een ballen heb jij om gewoon te gaan tunen met een bak van weet ik veel, een 500.000 of zo. Dan moet je ook wel weten wat je doet, toch? Ja. Dat is even zijn stapje. Maar zat ik er gisteren naar te kijken. Ik denk, zo jongens, want je doet niet alleen zeg maar, een rapje eromheen. Maar je tunt en je doet en de binnenkant, buitenkant. En dan komt er een splinternieuwe auto bij jou binnen. Halen we helemaal uit elkaar. Oh my god. Ja. Hoe zit dat garantietechnisch? Ja, kijk, als je het voor een dealer doet, is er natuurlijk niks aan de hand. Nee. Maar als daar DJ Hutsenfluts of Joël Beukers komt er met zijn gouden Mercedes naar binnen met 6 wielen, hoe heet dat ding? Ja, als je tegen een stoeprandje aanrijdt, moet zo'n auto soms ook gewoon gerepareerd worden. Hm. Dus wij werken gewoon met gediplomeerde monteurs. Ja, ja. En die doen dit werk vaak nog vaker dan dat het bij zeg maar, een normale autodealer gebeurt of bij een autoschadebedrijf. Ja. Dus er zijn mensen die gewoon heel kundig zijn. En uiteindelijk denk ik dat het daar, ja, weet je wel, kan bijna niet fout gaan. Het is allemaal eigenlijk wel heel erg simpel. Het ziet er allemaal heel technisch uit. En dat ziet er natuurlijk ook een beetje vreemd uit. Hè? We hebben nu een 488 Ferrari staan die we helemaal gestript hebben. En dat wordt dan een Novitec auto. En een heel speciaal type ook nog, waar er heel weinig van zijn. Ik geloof maar 15 wereldwijd. Die zijn we nu aan het bouwen. Ja, en dan kom ik in die speciale loods van dat soort projecten doen in een speciale ruimte. En dan mag ook niet iedereen binnenkomen. En dan zie je die auto staan en denk ik soms wel eens van oeh. Dat is toch wel een dingetje. Een paar handschoentjes. En een auto van €480.000 die binnenkomt, die er gewoon fantastisch uitziet, waar iemand super blij mee zijn. Ja, die trekken wij dan even helemaal uit elkaar. Hey, luister eens. Amazon Prime, Dutch Wheels. Kwamen zij bij jou? Of kwam, ja. Ja. Hoe ging dat? En we kregen een mailtje. Oh. Van we willen een serie met jullie maken. Ja. Nou, daar ben ik natuurlijk zelf destijds ook niet gelijk op aangeslagen. Want ik was daar nog best wel een beetje sceptisch over. Hè, zeker als je kijkt naar onze strategie, denk ik dat YouTube sowieso de toekomst is. Daarnaast iets doen op een VOD-platform waar er eigenlijk al heel veel van zijn, was niet direct een inkoppertje voor ons. Ook niet qua strategie. Toen zijn we wel met hen in gesprek gegaan. Ik heb al direct, omdat ik niet uit de media kom, een oud collega van mij gecontacteerd, Melanie. Die zat hier een stukje verderop bij RTL. De heel veel voor het video VOD-platform van Videoland. Mm-hmm. Dus ik heb gewoon eens gezegd, joh Mel, kijk jij er nu eens naar? Want ja, wat moeten we hiermee? Ik heb het idee dat we er wel iets mee moeten, maar wat moeten we hier nu mee? Aan de ene kant vond ik het een beetje gevaarlijk, want ja, Amerikaans, die kunnen ook nog eens over je heen komen. Maar wat gaan we ermee doen in het positieve? Mm. Nou, een aantal gesprekken gehad, ze uitgenodigd. En dat klikte eigenlijk wel, hè? Want zij hadden een Nederlandse partij ingehuurd, Villain, die de productie zou doen. Daar hadden we wel een klik mee. Er waren mensen die ook heel veel passie hadden voor dat wat ze deden. En eigenlijk waren we op een persoonlijke level, waren we eigenlijk al best wel ver met, oké, dat moeten we dan maar doen, maar hoe gaan we dat dan doen? Mm. Hey, is er genoeg budget? Nou, dat was voldoende budget, ja, hè, want spannend, Amazon die wil gewoon Nederland veroveren. Dat was mooi. En zij waren ook op zoek natuurlijk gewoon naar bekende mensen die iets bij ons zouden willen doen en dat ze dat dan in beeld mochten brengen. En het mooie is dat ja onze klanten, dat zijn ook gewoon vrienden geworden van ons, hè, vrienden van Absolute. En ja, die hebben we gecontacteerd van, joh, Justin, moet jij niet wat nog? En wil je dan niet iets voor mij doen? Ja, dat vonden ze wel leuk, want die mensen hebben weinig tijd. Die moeten er ook tijd voor maken. Daarvoor zijn we ook naar de andere kant van de wereld gegaan. Hè. We zijn in Dubai, in Mexico geweest.
Dus uiteindelijk, toen we dat allemaal een beetje zo op het bord hadden hangen, zeiden we van, nou, moeten we dat maar doen. Mm. En dat heeft best veel gebracht. Wat? Nog meer bekendheid. Hè? Mm. En zoals we net al zeiden, toen we net even samen een kop thee dronken. Ik vind het leuk om een merk te bouwen. En ik denk dat Amazon ons daar gewoon bij geholpen heeft. Met name in Nederland of ook internationaal nu? Nee, ze staan op het internationale platform. Aha. We hebben ook internationale klanten. Internationale klanten. En je merkt gewoon dat we daardoor nog bekender zijn. En mensen de naam van het bedrijf gewoon al vaak kennen. Ja. En merk je dat ook aan zoekvolume bijvoorbeeld? Is er een effect op YouTube door Amazon? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat er niet echt een hele grote piek geweest is, maar dat er gewoon een gestage groei is. Mm. En die zet zich gewoon door. En kijk, natuurlijk weten we inmiddels waar die klanten vandaan komen of waar die kijkers vandaan komen. En uiteindelijk groeien we ook lekker door. En dat is ook, zeg maar, uiteindelijk alles wat we moeten doen om op YouTube groei te creëren, dat gaan wij gewoon doen. En daar was, zeg maar, de samenwerking met Amazon een onderdeel van. Ja. En wat is je doel met YouTube dan? Nou, eigenlijk hebben we, als je kijkt naar dat wat we met Amazon qua productie gedaan hebben, is dat we daar heel veel geleerd hebben over kwaliteit. Hè, vroeger was natuurlijk YouTube even snel, dit. Maar inmiddels kan je al hele series kijken op YouTube. Dus dat vonden we heel interessant. Dus we wilden eigenlijk, zeg maar, naar de kwaliteit die we bij Amazon hadden omzetten naar YouTube. Nou, dat is ons denk ik wel gelukt. Hè? We hebben absolute series. Daar zie je hoge kwaliteit. Daar besteden we heel veel tijd aan. En daardoor krijg je ook gewoon een ander soort kijker. Ja. En mensen die langer blijven hangen. Ja. Meer engagement. En dat is wel in de cijfers gewoon terug te zien. En dat is ook wel leuk. We hebben elke maand met 5PM een soort van recap over onze performance. Hè? Wat gaat goed? Wat hadden we anders moeten doen? Mm-hmm. Gewoon echt op de schoolbanken leren we. Ja. Hoe we met dat grote YouTube om data ligt niet, hè? Nee. En al die algoritmes. Ja. En die moet je wel kennen. En daar moet je gewoon continu mee bezig zijn. Want anders denk je dat je iets aan het maken bent, maar dan ben je puur aan het maken voor jezelf. Ja. En dat is natuurlijk wel lastig. Dan hebben we nog een paar merken daarnaast. Dus twee onderwerpen die ik met je wil bespreken. We hebben sneakers. Ik bedoel, ik zie er al, dit zal vast weer een bijzondere Nike zijn, zeg maar. Ja. Dus, en wat is het voor een? Ja, dit is, wat is het? Moet er even opkomen. Het is een ouder al, hè? Deze, Weet jij het? Weet jij het? Nee? Dit is de Jordan Low. Ja. God, dat ik dat niet weet, man. Ja, dat is wel heel slecht. Ja, dit is echt kut. Zullen we dit er nou in laten of zullen we dit eruit halen? Nee, dan mag je erin laten. Ja. Nee, maar ik ben al zo lang met sneakers bezig. Precies. Mijn hele leven eigenlijk al. Ja. En Travis Scott. Ja. E-tail denk ik €350. En ik denk dat ze nu €1.700, €1.800 waard zijn. Ik loop op alle sneakers, dus ze zullen dat niet meer waard zijn. Zeker na de zomer niet meer. Jij gebruikt ze gewoon. Ja. Ja. Blijf schoenen. Maar het is natuurlijk wel leuk, want dat is ook weer een hele specifieke doelgroep. Dus wat ga je daarmee doen? Nou, daar zijn we mee bezig. Hè. We hebben True Sneakers. Ja. Daar zijn we lekker flink aan het bouwen. Je komt de webshop, die is nog veel uitverkocht en er is nog een soort van fase 1. Het is een hele moeilijke markt, want om echt volume in te kunnen kopen, daar heb je ook de juiste netwerken voor nodig. Ja, en dit soort schoenen op volume inkopen is bijna onmogelijk. En er worden er gewoon te weinig van gemaakt om iedereen die ze zou willen hebben te bedienen. Maar wat wil je met True Sneakers als merk? Wil je er echt een e-commerce model van maken? Of ook wat? Of nee, echt een brand van maken, een lifestyle brand. Aha. Zowel voor mannen als voor vrouwen. Ik heb nu de hoodie aan van True. Dat is onze kledinglijn. Superleuk. En het is ook weer een markt waar natuurlijk gewoon heel veel kan. En waar je, zeg maar, het internet heel goed kan gebruiken. Hè. We gaan niet met winkels beginnen. We worden geen H&M. Dus we krijgen geen eigen outlets. Nog. Misschien een flagship store ooit. Maar we gebruiken gewoon het internet. En we gebruiken alle social platformen. We gebruiken alle collabs die we hebben met bekende mensen. Maar is het True of True Sneakers? Het is, zeg maar, de kleding is True. En het bedrijf heet True Sneakers. Oké, maar het is niet alleen sneakers? Nee. Oké. En heb je daar ook een YouTube-strategie voor? Ja. Wat die zijn we nu aan het ontwikkelen met 5PM. En wat gaan we dan krijgen? Wat gaan we zien? Dan ga je zien dat we thuiskomen bij bekende mensen. Ja. En dat die hun sneaker-collectie gaan laten zien. En dat is wel heel interessant, want zo kom je bij hele bekende voetballers in Londen. En daar zie je wel echte schoenen waarvan je denkt van oké, dan dat jij ze hebt. Back to the Future, je kent hem wel. Hij op zijn Hoover met zijn Nike's, die vanzelf dicht gingen. Ja. Ja, die ga je dan tegenkomen. Tering. Dat zijn inmiddels schoenen van 45.000 of €50.000.
Weet je, dus dan kom je in een hele andere wereld terecht, die wel heel erg lijkt op ook waar Absolute zit. Hè? Dus we hebben binnen Absolute Motors in ons bedrijf ook een sneakerstore. We hebben een hele wand vol met sneakers. Want wat je vaak merkt is als mensen van exclusieve dingen houden, dat die ook wel een affiniteit hebben met sneakers. Ja. En zo hebben we vandaag iemand, The Man, dat is een Rotterdamse kunstenaar, die ons die maakt een zesluik voor ons, voor op de muur als je binnenkomt, waarin eigenlijk alle dingen die rondom Absolute spelen, eigenlijk geschilderd gaan worden. Superleuk. Gaaf. Ja. Hoe zie jij de rol van de klassieke, als die nog bestaat hoor, tv-wereld, in de zin van de omroepen, de RTL's en de SBS's en de Talpa's en zo. Als je kijkt wat jij straks aan merkwaarde hebt en aan channels ter beschikking, hoe zie jij die toekomst? Eindig. Ja? Ja. Kijk, mijn oma is ooit directeur geweest van de Philips beeldbuizenfabriek. Dat was hier in Hilversum. Ik heb ook bij haar gewoond een tijdje hier in Hilversum. Dus superleuk om dan hier weer te zijn. Ja. Het is hier niet zo heel gek vandaan. Nee. Gek ver vandaan. Maar dat is wel eindig. Ja, als ik kijk naar mijn dochter, die, ja, als ik televisie zit te kijken, het nieuws. Eén, weet je, pap, moet je dat dan nog geloven? Ja. En twee, joh, sorry, maar ik neem het nieuws tot me wat ik interessant vind en wanneer ik dat kan. Ja. En ik denk dat de grote televisiezenders toch echt wel een probleem gaan krijgen met hun verdienmodel. Het werkt nog steeds, hè. Er worden miljarden uitgegeven aan marketing op tv. Het is ook nog steeds heel krachtig, maar ik denk dat er een hele grote verschuiving aan het plaatsvinden is. En ik denk dat het ook sneller gaat dan wij verwachten met z'n allen. Mm. Want jij bent, wat ben jij eigenlijk? Jij bedoelt niet jou persoonlijk, maar absoluut. Ben jij een publisher, mediabedrijf? Ja, we worden steeds meer een publisher. Ja, we zijn steeds meer ons merk aan het bouwen. En steeds meer gebruiken wij eigenlijk, hè, om ons klant te benaderen, social media in de meest brede zin des woords. Mm. En weet je, dat merk je ook, omdat we natuurlijk met hele jonge mensen werken binnen onze club, dat het voor die mensen gewoon heel erg normaal is om niet de tv aan te zetten. Of sterker nog, Nederland 1, 2 en 3 en noem RTL maar op, die televisieabonnementen hebben zij niet. Nee. En ze kijken gewoon via internet. Ja. En op het moment dat ze dat willen. Dus binnen onze strategie en binnen alle activiteiten die ik nu doe, is zeg maar internet heel belangrijk. Begreep ik dat, en de VOD die doet, hè, de Amazons van deze wereld, die pakken natuurlijk een markt. Begreep ik dat er ook een docu komt van True Sneakers? Ja. Op Videoland. Ja, hoe weet je dat? Ja, ik veel. Dat is, je woont hier natuurlijk om de hoek. Ja, ik woon in het mediacentrum van Nederland. Ja. Nee, dat is wel, het is in de maak. Hmm. Kijk, en daar, weet je, dat is ook wat ik net zei. Kijk, als je natuurlijk twee hele sterke samenvoegt, dan helpt dat uiteindelijk ook, zeg maar, je brand te bouwen. Je uiteindelijk, zeg maar, een stap verder te kunnen maken. Ik zie dat als een soort van trap. Elke keer een stapje omhoog. Ja. En alles wat voorbij komt, wat we daarvoor kunnen gebruiken om een stap verder te maken, dat doen we. Zo gaan we de ene keer met Amazon een serie maken. En de andere keer doen we een serie voor True Sneakers met Videoland. En wat ga je zelf allemaal doen in de zin van productie? Want heb je een eigen studio met middelen? En, Ja, we hebben het is wel leuk dat je daar zo naar vraagt. Want inmiddels, zeg maar, hè, is Rico samen met 15 man nu inmiddels. Dat bedoel ik, ja. En is het een mediabedrijf geworden, Studio Unknown. Nou, het zitten allemaal jonge mensen. Allemaal mensen die helemaal gek zijn van video's maken, editen. Noem alles maar op. En inmiddels doet dat bedrijf mede ook, omdat wij natuurlijk werken voor heel veel automerken ook. Werken zij ook voor die automerken. Dus voor BMW Nederland, voor Audi Wittebrug maken wij video's. Op een manier zoals wij dat ook voor Absolute Motors zouden doen. En dus je ziet, zeg maar, de vastgeroeste automotive heeft wel degelijk door dat een spotje op tv niet het enige is wat ze moeten doen. En dat die advertentie die ze zetten in de Telegraaf pagina groot op zaterdag, tuurlijk is daar nog een doelgroep voor. Maar de grootste doelgroep die vindt dus echt, zeg maar, zijn plek op internet. En met die budgetten. Ja, en weet je, als YouTube natuurlijk al de grootste zoekmachine wordt genoemd, die er bestaat, dan ga je even YouTuben. Ja. En dan ga je niet de krant openslaan of dan zet je niet de tv aan. Nee. Maar het is natuurlijk gewoon de online encyclopedie. Inmiddels ga ik naar een dealer, we hadden het er net even over, gaan naar een standaard autodealer. Jij als, zeg maar, klant weet inmiddels meer van die specifieke auto die je wilt gaan kopen dan de verkoper die daar zit. Ja.
En dat is natuurlijk best wel, hè, ze zijn achterhaald. En dus is dat ook een model wat gaat stoppen. Disrupt is leuk, hè? Ja. Ja. Hey, maar als je dan gaat disrupt, even tot slot, dan zit, is Team 5PM, die is echt superleuk en een super toffe club. En die maken dan zo'n serie als dit. Heb je die straks nog nodig eigenlijk wel? Nou ja, we hebben wel de afspraak natuurlijk met de mensen van 5PM, dat de kennis die ze hebben, dat ze die overdragen naar ons team. Ja. Maar daar zal altijd wel een band blijven, hè? Want ik bedoel, het gaat zo snel. En je ziet ook dat 5PM daar zo snel op inspeelt. Natuurlijk net even wat meer contacten in die markt heeft qua kennis dan wij hebben. Ja. Dat zal altijd een partnership blijven. Ja. Inmiddels kennen ze mij heel goed en wil ik natuurlijk alle dingen zelf kunnen doen en niet aan een soort van infuus liggen. Ja. Maar daar hebben we gewoon leuke afspraken over. Dus dat partnership, dat gaat nog wel even verder. Mag ik jou danken voor dit gesprek en heel veel plezier wensen met wat je allemaal gaat doen. Ja, dankjewel. Ja. De uitnodiging. En dankjewel voor het kijken en luisteren naar weer een aflevering uit de Future of YouTube. En wil je meer kijken en je zit op YouTube, kijk dan onze playlist. Wil je meer luisteren, dan luister naar onze podcast. En voor nu, dankjewel. Hoi. Thank you.